Vanavond hebben we iemand uitgenodigd met een droom. Mag ik uw aandacht voor Bart van Pinksteren? Bart, om maar meteen met de deur in huis te vallen, jij koestert een droom. Ja, dat klopt. Ik zou graag nog één keer gewoon in de voetballerij op het hoogste niveau willen spelen. En op het hoogste niveau willen meedraaien. Daar heb ik eigenlijk een soort plannetje voor ontwikkeld. Dat wil ik eigenlijk al heel erg lang. Om mij eerst een beetje in de kijker te spelen, juiste mensen om me heen te verzamelen en dan op topniveau te gaan presteren. Als voetballer, ja. En bij een bepaalde club, weet je dat al? Of dat... Ach nee, dat maakt me niet uit. Ik wou wel in ieder geval op een vrij hoog niveau beginnen. Dat is in ieder geval om meteen, dat is mijn idee. Want ik heb van de redactie begrepen dat jij hebt geen voetbalervaring. Nee, maar ik proef ook al een beetje in de ondertoon van jouw vraag dat dat een hinderpaal zou kunnen zijn. Ik vind dat slap. Ik vind dat van mezelf zou ik dat slap en zou ik dat laf vinden. Dat zijn hindernissen die kun je nemen, die kun je overwinnen. En dat moet je ook proberen. En daar ga ik ook voor, helemaal volledig. 100%. Maar je bent al 52 inmiddels. 51. 51. Ja. Maar is dat dan... ben je dan eigenlijk niet al te oud? Ja, ik... Ja, het is ook weer zoiets... Het maakt niet uit. Kijk, voetballers... Veel voetballers die ik ken... Die we ook vandaag de dag op de televisie zien presteren... Die beginnen misschien op hun 12e, of op hun 16e of op hun 18e. Ik bedoel, neem een voorbeeld. De Nederlandse bekende voetballer Frenk Rijksman. Ja. Die is vrij jong begonnen. Die is dan op zijn 38e gestopt. En je kan natuurlijk ook allemaal omdraaien en gewoon zeggen... Kijk, als ik nu op mijn 51ste begin... dan kan ik dus nog tot mijn 69ste doorspelen. Misschien beginnen andere voetballers ook wel gewoon te vroeg. Ja, maar jij zegt nu, ik wil dan ook meteen bij een topclub spelen. Zou ik zeggen, kan je niet beter wat kleiner beginnen? Eerst een probeerseltje. Ja, maar precies. Ik wil dat is natuurlijk wel, dat heeft dan wel met de leeftijd te maken, dat je dat... geen tijd gaat verliezen door eerst bijvoorbeeld heel laag bij een kleine club te beginnen. Ik moet onmiddellijk op topniveau aan de slag komen, want anders begin ik er überhaupt niet aan. Dat heeft het voor mij geen enkele zin om nog op deze wijze aan de slag te gaan. Je moet snel een paar hordes nemen en snel, ik moet weer een topclub. Dat is het eigenlijk. Maar wat heeft u dan met dat voetbal? Ja, het is toch gewoon wat ik ervan zie. Er hangt iets in de lucht wat je nu tegenwoordig... vandaag de dag ook ziet met dat wereldkampioenschap wat er gespeeld wordt. EK is het, hè? EK, Europees kampioenschap. Ja, als ik me even mijn verhaal af mag maken. ik kijk naar die wedstrijden. Daar hangt een sfeer in de lucht... Er zijn topvoetballers bezig en ik kan daar gewoon niet alleen maar naar kijken. Ik ben een doener. Maar wanneer bent u op het idee gekomen om dit te... Dat was afgelopen dinsdag. Maar ja, oké. Maar heeft u dan wel genoeg tijd gehad om erover na te denken? Nou, het is nu... Als je denkt dat het nu zondagavond is... Dinsdag had ik opeens die flits. Nachtje over geslapen. Woensdag werd ik wakker, dacht er was iets. Kriebel, kriebel. En toen wist ik wat het was, voetballen. Dus bleef die hele woensdag bleef dat doorgaan. Donderdag ben ik gaan twijfelen.
Oh, ja. Vrijdag ben ik echt gaan reflecteren. Daar heb ik ook mijn gezin erin betrokken, over gehad of ik deze stap moest nemen. Want ik heb toch gewoon een redelijk goed betaalde baan in een kleine verzekeringsmaatschappij. Dat moet er ver niet toe. Of je dat allemaal op moet geven voor zo'n carrière in de topvoetballerij. En natuurlijk, als je naar het plaatje kijkt, wat je er onder andere mee kan verdienen, is voor mij ook een interessante kans. Niet de hoofdmoot, maar je kan sommige van die voetballers, ik weet niet of je dat weet, die zijn, ja, die verdienen schatten. Die verdienen goud, geld. Die verdienen, ja, dat loopt in de tonnen wat daar omgezet wordt. En toen brak de zaterdag aan. En dat was dus gisteren. En dacht ik opeens niet op je schreden terugkeren. Gewoon naar voren. Gewoon doen. Niet meer over lullen. Ja, nee. Oh, ja. Maar misschien zeg ik het verkeerd, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u zich misschien nog niet echt genoeg verdiept heeft in datzelfde voetbal. Weet u bijvoorbeeld wat buitenspel is? Ja, ik weet niet of u mij nou hier voor wie u mij houdt. Of ik dan niet zou weten wat het verschil is tussen zaalvoetbal en buitenspel. Dat lijkt mij. Nee. Nou, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek, Bart van Pinksteren, dames en heren.